Breda Nu. Je weet het meteen. Er zit een dynamiek in. Kunst doet leven. En daarmee wou ik de tentoonstelling openen. We staan hier in de Stadsgalerij van Breda. Hier vindt het hele weekend de expositie Art for Sale plaats. En ik sta hier met de twee organisatoren. Hoe bent u op het idee gekomen om deze expositie te organiseren? Nou, Toos en ik hebben een roerig leven en we wilden eens een keer iets anders doen. Ik hou van abstract schilderen en vind het heel leuk om werk te verkopen. En Toos en ik zijn nogal met studenten ook bezig. Dus we vinden het ook leuk om jongeren een kans te geven om hun werk te kunnen exposeren. En bovendien is het crisistijd, dus heel veel kunstenaars hebben ook erg veel moeite om hun werk te verkopen. We zijn gaan speuren en vonden allemaal mensen, zijn we tegengekomen, die ik in de loop van mijn leven, wiens werk ik heel erg bewonderde. En zoals dat glaswerk van Yvonne Trossel en Maria Laverde met haar tassen. Er hangt een heel divers aanbod aan schilderijen en dergelijke. Wat is de keuze? Waarom heeft u gekozen voor deze schilderijen en deze kunstwerken? Nou, sowieso voor Cornijs, omdat ze heel erg in zijn. Dus wij hopen daardoor veel mensen binnen te krijgen. En daardoor evenredig veel meer mensen enthousiast te maken voor jonge kunstenaars. Ja. En dan is Annemieke natuurlijk schilderes. Nou, en die schilderijen zijn prachtig. En die staan in het hart van deze ruimte. Dus ja, waar willen we nog meer? Ja, we staan hierbij, dat vind jij althans, het mooiste kunstwerk wat hier in de Stadsgalerij nu hangt. Ja, ik vind dit abstracte schilderij ontzettend mooi. Gewoon, ja, je ziet er gewoon continu wat anders in. Dus ik hou ook zelf meer van abstract dan van realistisch. Mm-hmm. En ja, de kleuren spreken me aan. En ja, het is gewoon... Het was meer meteen toen ik binnenkwam dat ik dacht van hé, dat is het. Als ik zeg van als ik iets wil aanschaffen, dan zou ik meer voor een abstract gaan dan voor een Corneille of een andere realistische kunstenaar. Ja. 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 Was dat ook het doel om hier te komen, om iets aan te kopen of was het doel om gewoon te kijken? Nee, we hebben wel zoiets van goh, we willen wel iets weer in de woonkamer, iets anders, iets nieuws. Iedere levensfase ja, verander je toch van smaak. De ene keer vind je weer abstract mooi, de andere keer weer realistisch. Dus ja, we zijn nu een beetje de abstracte tour. Ja, ja. Is het doel kunstwerken te tonen en een platform te zijn voor jonge kunstenaars die hun werk kunnen tonen? Of is het doel om, ja, is het nog een ander doel, bijvoorbeeld verkoop van werken? Of... Nou, ook het delen van mooie dingen met andere mensen. Ja, natuurlijk zou verkoop hartstikke leuk zijn. Zeker voor al die jonge mensen. Dus die moeten een plaats in de markt zien te veroveren in deze tijd. Dus ja, zou alleen maar geweldig zijn.